Ja, nee, ik heb hier eerder gezeten om ook het belang van onze jongeren, en ja, dat loopt dus zeker ook door tot de adolescentie, echt onder de aandacht te brengen. En daar komen heel veel dingen in samen. Hè. Dus er is één ding veel besmettelijker dan COVID, ook dan de Omicron-variant, en dat is angst. En dat is onzekerheid en het proberen dat dan te controleren. En dan zegt Armand, ja, de doelen zijn niet helder, maar wat vooral ook niet helder is, is wat het dan mag kosten. Dus wat zijn de gevolgen dan van de maatregelen en hoeveel gezondheidsschade veroorzaken we door de maatregelen om andere gezondheidsschade te voorkomen? Dus los van de doelen gaat het dus ook om de schade. En nou ja, wij constateren gewoon wat Mona ook al zei, dat die schade voor onze jongeren heel groot is. Hè? En mentale gezondheid is een wezenlijk onderdeel van volksgezondheid. En mentale schade is dus ook harde gezondheidsschade. Want even getallen, zodat het duidelijk wordt voor ons. Hoeveel procent van de jongeren kampt met mentale schade, als ik het zo kan zeggen? Nou ja, de getallen werden al genoemd. Hè? En dan gaat het natuurlijk over mentale problemen. Mm-hmm. Niet ieder mentaal probleem is natuurlijk meteen een stoornis. Het ontwikkelen van stoornissen gaat langer overheen. Hè? Dus die lange termijn gevolgen kan je ook pas op lange termijn meten. Maar wij zien heel veel aanwijzingen met gewoon gevalideerde vragenlijsten die echt het risico op toename van ook echt stoornissen ondersteunen. Ja. En daarom hebben wij juist, omdat er ook morgen natuurlijk het OMT is en het besluit vrijdag komt, geprobeerd om breed met mensen een brief te maken om echt voor het belang van die scholen te pleiten. Dus de MBO-raad heeft meegetekend, de Vereniging Hogescholen, Universiteiten van Nederland, diverse studentenbonden, de Nationale Jeugdraad, samen met ons als Nederlands Vereniging voor Psychiatrie, waarin we echt wijzen op de schade voor de onderwijs en de onderwijsachterstanden, maar dus ook echt voor de mentale gezondheid van jongeren. En dus opengooien. Ja, zeker. Ja.